Het besluit om Joost Klein uit te sluiten van de finale van het Eurovisie Songfestival heeft niet alleen in Nederland, maar ook internationaal voor opschudding gezorgd. De BBC meldt dat de Nederlandse artiest, die als een van de favorieten werd beschouwd, naar huis is gestuurd vanwege een controversieel incident. Sky News noemt de disqualificatie breaking news en benadrukt dat er een klacht bij de politie is ingediend wegens een bedreiging die aan Klein wordt toegeschreven. De Belgische nieuwszender VRT rapporteert dat de uitsluiting van Klein veel aandacht trekt en speculeert over de reactie van het publiek. In Frankrijk staat de kwestie centraal bij BFM-TV, waarbij de focus ligt op het conflict tussen Klein en de Israëlische vertegenwoordiger Ede Golaan, hoewel dit niet de directe reden voor de uitsluiting is. In Duitsland maakt Bild melding van de uitsluiting met een dramatische kop, waarbij ze Klein beschrijven als een favoriet bij het publiek die plotseling uit de competitie is verwijderd. La Repubblica uit Italië betreurt de uitsluiting en benadrukt de boodschap van Kleins nummer Europapa over Europese eenheid en persoonlijk verlies. Ook in Oostenrijk trekken de kranten Kronen Zeitung en Curier veel aandacht voor het nieuws, waarbij Curier specifiek ingaat op het enthousiasme van het publiek tijdens de generale repetitie voor Kleins optreden. El Mundo uit Spanje bericht over de zoektocht van journalisten naar ontwikkelingen rond Klein en de groeiende speculatie over een mogelijke disqualificatie. De Ierse krant Irish Times besluit dat de finale van het Eurovisie Songfestival nu gemarkeerd wordt door controverses, waaronder het incident met Klein en de discussie rond de deelname van Israël. De wereldwijde reactie op de uitsluiting van Joost Klein weerspiegelt de immense aandacht en passie die het evenement elk jaar weer oproept.